De woonkamer is het hart van uw woning. Het is de plek waar u wilt samen zijn met familie en vrienden. En de dingen wilt doen waar u het meeste van houdt. De sleutel tot het scheppen van een perfect verlichte woonkamer die gastvrij aanvoelt, is het aanbrengen van lagen in uw verlichting. Met behulp van verschillende types lichtbronnen. Algemene verlichting, accentverlichting, taakverlichting en sfeerverlichting. Dit biedt u de flexibiliteit om uw woonkamer op verschillende manieren te verlichten. En een visueel gestructureerde ruimte met een gezellige sfeer te scheppen. Begin met de algemene verlichting, zoals een enkele aan het plafond gemonteerde lamp voor het leveren van een gelijkmatige lichtverdeling door de hele ruimte. Grotere ruimten kunnen baat hebben bij extra lichtpunten. Warm wit licht is het best voor het scheppen van een gezellige sfeer. Gebruik vervolgens accentverlichting om uw ruimte te definiëren, om dingen te benadrukken waar u van houdt en uitdrukking te geven aan uw stijlgevoel. Gebruik spotlights om iets speciaals te markeren. Of om de aandacht op uw favoriete schilderij te vestigen. Aan de wand gemonteerde uplights kunnen uw plafond hoger doen lijken, terwijl downlights dramatische accenten toevoegen. Kies decoratieve lampen om aandachtspunten te creëren die aansluiten bij uw unieke stijlgevoel. Gebruik vervolgens de juiste taakverlichting om al die verschillende dingen te ondersteunen die u in uw woonkamer wilt doen, zoals eten, lezen of zelfs werken, zodat het niet nodig is het licht aan te passen in de rest van de kamer. Gebruik tenslotte sfeerverlichting voor het scheppen van de juiste gezellige ambiance en het laten contrasteren van verlichte en onverlichte plekken door strijklicht op de wanden, spelen met kleur en toepassen van dimbare lampen die u precies de sfeer laten scheppen die u wenst. Of u nu op zoek bent naar het aanbrengen van kleine aanpassingen of het doorvoeren van een compleet nieuw ontwerp, er zijn zoveel manieren om uw woonkamer te verbeteren met licht. Klik op een van de links om er meer over te ontdekken.